romp- en derivaatgemeenschappen. Binnen de plantgemeenschappen worden twee vormen onderscheiden, de zogenaamde verzadigde en de onverzadigde plantgemeenschappen. Met een verzadigde gemeenschap bedoelen we een floristisch goed ontwikkeld vegetatietype. Dat wil zeggen, de karakteristieke combinatie van soorten is grotendeels aanwezig. Je kunt de plantgemeenschap op associatieniveau benoemen. Verzadigde plantengemeenschappen kunnen heel soortrijk zijn, zoals deze associatie van schapengras en tijm, of weinig soortrijk, zoals deze krabbescheerassociatie. We spreken van een onverzadigde plantgemeenschap wanneer er een aantal soorten ontbreken en er geen naam op associatieniveau aan te geven is. Het kan zijn dat de plantgemeenschap nog niet volledig is ontwikkeld, bijvoorbeeld in een pionierstadium. Zo zien we hier de zandzegge die zich met lange wortelstokken snel kan uitbreiden op een kale bodem. Andere soorten uit de vegetatie volgen later. Nog een voorbeeld is deze dichte mat van snavelzeggen die in vennen een van de vroegste verlandingsstadia vormt. Echter, de meeste onverzadigde plantengemeenschappen ontstaan doordat er soorten uit de vegetatie zijn verdwenen. Meestal is dit het gevolg van ingrepen door mensen die leiden tot verdroging, verzuring, vermesting of door bijvoorbeeld de aanplant van exoten. Zo zien we hier een mooi ontwikkeld elzenzegge-elzenbroekbos met dotterbloemen, gele lis en elzenzeggen. En dit broekbos is sterk verruigd als gevolg van eutrofiëring. De karakteristieke soorten zijn verdwenen en daarvoor in de plaats groeit nu vooral grote brandnetel. Onverzadigde plantengemeenschappen hebben de volgende kenmerken. De gemeenschap kan alleen maar op een hoger niveau van klasse, orde of verbond worden benoemd omdat de kensoorten van een associatie ontbreken. Een onverzadigde plantengemeenschap is niet per se soortenarm, maar wel soortenarmer dan de goed ontwikkelde associatie. Eén soort of twee soorten zijn dominant, dus overheersend aanwezig, die dat in een goed ontwikkelde associatie niet zijn. Binnen de onverzadigde plantengemeenschappen spreken we van een rompgemeenschap als de dominante soort in de klasse thuishoort. Hier zie je als voorbeeld een grasland met gestreepte witbol, reukgras en kale jonker. Op basis hiervan kun je zeggen dat je te maken hebt met een grasland uit klasse 16, de matig voedselrijke graslanden, en daarbinnen 16a, de pijpenstrootjeorde. Er zijn relatief weinig soorten en er zijn geen kensoorten van de associatie uit klasse 16 aanwezig. De gestreepte witbol is dominant en kensoort van de klasse, dus klasse eigen. We noemen deze vegetatie daarom een rompgemeenschap. Bij een derivaatgemeenschap is de dominante soort klassevreemd. In veel gevallen een exoot, maar dat hoeft niet. Hier zie je een stuifzandbegroeiing met nog wat polletjes buntgras, waaraan je kunt zien dat we te maken hebben met een grasland uit klasse 14, droge graslanden op zandgrond. Ook hier zien we nog maar weinig soorten en geen kensoorten van een associatie. Het mos, grijs kronkelsteeltje, vormt een vrijwel gesloten mat. Deze soort is klassevreemd, vandaar dat we hier spreken van een derivaatgemeenschap. De naamgeving van romp- en derivaatgemeenschappen gaat als volgt. Die begint met RG voor een romp of DG voor een derivaatgemeenschap. Dan volgt de naam van de dominante soort of soorten. En vervolgens tussen rechte haken de naam van de hogere eenheid waar de vegetatie toe gerekend kan worden. Dus klasse, orde of eventueel verbond. Hoe lager de vegetatieeenheid tussen de haakjes, hoe meer de vegetatie lijkt op een associatie, dus een goed ontwikkelde plantgemeenschap. Zo hebben we net gezien de rompgemeenschap van gestreepte witbol en echte koekoeksbloem van de pijpenstrootjeorde, een derivaatgemeenschap van grijs kronkelsteeltje van de klasse van de droge graslanden op tandgrond, en soms heeft een vegetatie de kenmerken van twee verschillende klassen. Dan wordt de naam bijvoorbeeld rompgemeenschap van vijfvingerkruid van de weegbreekklasse, dan wel de klasse van de matig voedselrijke graslanden. Er zijn voor Nederland veel meer rompgemeenschappen dan derivaatgemeenschappen beschreven. Deze kun je vinden in de veldgids rompgemeenschappen. Vaak is aangegeven wat de oorzaak is van het ontstaan van deze onverzadigde gemeenschappen. Dat is belangrijke informatie wanneer je de natuurwaarde van je terrein wil verhogen.